ons dus al gezellig aan de kletsen hier. We hadden het over de Spanish mackerel die hij heeft gevangen voor de kust van Borneo. Is dat een vis of wat? Ja, maar we gaan niet over vis hebben. Hoezo niet? Gewoon, we gaan niet over vis hebben. Jawel, vis is cool man. Nee. Ja, vis is heel cool, maar daar gaan we het gewoon niet over hebben. Waar wil je het over hebben dan? Vrouwen, eten, geld, cameramensen die struikelen, dat soort dingen vind ik allemaal leuk. Oké, okay, vrouwen. Wat zoek jij in een vrouw? Of wat heb je gevonden in een vrouw? Ik heb zeker gevonden. Ja, wat zoek je? Ja, weet je. Nou, in ieder geval dat ze wil. Dat vind ik wel heel belangrijk. Dan wat zij wil? Ja, dat zij wil vind ik wel heel belangrijk. Okay. De meeste tijd dan wil je wel iets, maar dan wil de ander niet. Dus ik vind, als zij wil, ben ik wel heel blij. Wat wil zij vaak wat jij niet wil? Seks. En zij wil. Jij hebt er geen probleem. En luisteren naar mij vind ik ook heel belangrijk. En wijn drinken, dan willen ze en geen wijn drinken en ze luisteren niet naar me en ze willen geen seks. Ja, dan houdt het een beetje op natuurlijk. Want de ideale avond is dan wijn en heel veel seks. Ja, nu ga je het opeens naar een niveau tillen van de ideale avond. Maar dat hoeft niet heel veel seks te zijn. Dat mag gewoon, gewoon een goede 10 topminuten ben ik wel heel blij hoor. In 52, dat is ook een mooi geweest. Hey, je hebt net gestaan in de Melkweg. Ja. Vertel eens over je nieuwe show, Branding. Ja, nou hij is niet heel nieuw. Speel ik hem nog 3 maanden en is klaar. Goed, dat verkoopt niet, dus super nieuw. Nee, maar ik ben aan het staartje van mijn seizoen bezig en ik vind het gewoon heel leuk om op de uitmarkt te staan. En dat is een fijn programma. Ja, want je bent Amsterdammer toch? Super, Amsterdammer. Wat heb jij met de uitmarkt? Want de uitmarkt is natuurlijk op het top Amsterdam, al 34 jaar lang. Ja. Kom je hier al je hele leven? Ja, maar ik ben wel een paar af en toe niet. Want kijk, het is wel zo dat je dus, ik ga in de zomer ga je een beetje op reis, weet je wel. Ga je vissen? Bijvoorbeeld. En dan, wat vind je de lekkerste vis, heel even tussendoor? De dorade. Ja, dat is wel. Zeebaars of dorade, okay, in Zuidvorst. Met zo min mogelijk verder dingetjes erbij. Het lekkerste is met mojo saus. Nou, meestal hoeft het niet. Dat is eigenlijk nodig om de smaak te maskeren. Ik doe het hetzelfde. Okay. Maar kijk, de uitmarkt is voor mij altijd een lekkere manier om het seizoen op te starten. Dus soms doe ik het wel, soms niet. Maar het is zo lekker, want anders dan sta je meteen weer in een theaterzaal. Ja. En hier, ja, weet je, je glijdt dus er lekker in. Het hangt een beetje een makkelijk sfeertje. Ik zag net ook hier, zodat mensen dan niet meteen hun beste kleren aantrekken. Maar een beetje, het is net een beetje casual. En je kan toch beginnen. Dus het is een hele fijne manier om zo, ja, het seizoen in te glijden. Maar is het niet, wil je niet juist gewoon echt heel erg knallen of zo dan, in het begin van het seizoen? Ja, dat wil je wel, maar dat heb ik ben naar Lowlands geweest, samen met Dolf. Ja. We hebben voor het eerst weer samen opgetreden met z'n tweeën. Dan wil je ontzettend knallen. Ja, en dan krijg je dat gevoel weer. Ja, het moet heel goed zijn en zo. Het is zo lekker dat je even, kijk, ik doe het nu al 20 jaar en dat knallen, dat kan ik het hele seizoen nog doordoen. Het is zo lekker dat je gewoon lekker kan beginnen, dat je gewoon relaxed. Laat hem eens even stilstaan, man. Dat is ook zo'n modern dingetje. Dan moet het de hele tijd maar bewegen. Zo, die mensen worden doodziek van je. Niemand zit erop te wachten. En dan gaat het weer. Gewoon relaxed. Over dat samenwerken, hè? Want je hebt natuurlijk echt een ontzettend eigen visie altijd. En die druk je heel sterk door. Ja. Is het nog wel mogelijk voor jou om samen te werken? Het is nog mogelijk. Maar relaties zijn met mij mogelijk. Samenwerken is ook mogelijk. Omdat ik het ook heel leuk vind om iets van jezelf in te leveren en met de ander te doen. En met Dolf was heel leuk weer, omdat hij kan dingen die ik niet kan. Ja. En dat doet hij zo verschrikkelijk goed. Dan Zoals? Kan ik met heel veel plezier ontzettend aan rim reageren. Ja. Dat kan ik wel, maar ik ben gewoon langzamerhand op toneel met andere dingen bezig. En hij is daar altijd veel beter in geweest. En wat kun jij wat hij niet kan? Ja, dat is altijd moeilijk om dat van jezelf te zeggen, vind ik. Maar hij kan zo snel en ad rem reageren dat hij soms, vind ik, ik neem soms iets meer de tijd voor dingen. Ik zeg niet dat het daardoor beter is, maar anders. Vindt je vrouw dat ook? Mijn vrouw die vindt niet zoveel van mij. Je hebt hem, heb je vrouw? Met het antwoord dood laten vallen. Snap je? Niet doodvallen, jij in je hoofd rennen. Oh, dan moet ik een andere vraag stellen. Heb je wel een vrouw? Ja. Nou, dat gaat je geen reden aan. Oké, okay, duidelijk ook. Er is heus wel een vrouw die regelmatig in mijn omgeving is. 10 minuten. En die dan zeg maar, ook bij me in mijn huis is. Hey, tot slot, Hans. We gaan afronden. Joehoe! Je mag naar huis. Nee, maar 1,5 uur. Heb je al 1,5 uur rust gehad voordat je dan weggaat? Want dat is de regel. Dat zei je net ook al. Wat is laten vertellen. Sinds wanneer moet je 1,5 uur naar optreden? Ik ben in top. Omdat je vol adrenaline zit en niet meer scherp. Weet je wat adrenaline met je doet? Dat houdt je juist scherp. Dat is onzin. Ja, we gisteren iemand die was helemaal warm. Sneller. Ja, maar dan ben je te ver gegaan en heb je waarschijnlijk niet gegeten voor je optreden. Dat heb ik ook wel eens. Dan eet ik niet voor optreden. Wat eet je voor een optreden? Nou, je moet zorgen dat je een beetje wat koolhydraten binnenkrijgt. En tijdens optredens drink ik appelsap en zo om het suiker in mijn hoofd op peil te houden. Omdat je anders deurt. En dan kan je weer. Dus dat is belangrijk. Nee, maar dat zijn dus inderdaad. Dat je dan gewoon te warm bent, te veel adrenaline en dan kun je niet auto rijden. Te veel niet, maar als je 1,5 uur lang te veel adrenaline hebt, dan ben je gewoon opgebrand. Ja, als je begint heb je adrenaline, maar op een gegeven moment is het gewoon ook normaal wat je doet. Maar je hebt wel iets meer adrenaline. Ja, ik heb een tijdje een hersenschudding gehad en op toneel had ik daar totaal geen last van, want dan neemt dat over. Ja. Maar maakt je juist scherp. Het is juist bedoeld om je scherp te maken. Je komt nu dan net uit je voorstelling. Oké, het klopt dus niet, lieve mensen. Ik ben heel benieuwd welke vraag je straks aan Birgit gaat stellen. Ja, precies dezelfde. Ja, dacht ik wel, maar dan ga je wel zeggen dat hij niet welke vis ze lekker vinden en zo. En of ze dat ook. Maar je bent dan nu klaar, ga naar huis en dan
Kom je dan echt tot rust of wat? Ik ben hier toch ook super relaxed. Vind je nou dat ik druk over? Ik vind je behoorlijk opgevorkt, moet ik zeggen. Oh, nou, voor mijn gevoel is dit super relaxed. Weet je, hij voelt ook heel rustig aan gewoon. Het is niks aan de hand. Ik begrijp dat je het leuk vindt. Ik heb wel een hartslag, want wij hebben nog iemand op de bank zitten waar we ook echt nu naartoe moeten. Ja, je hebt er al lang gezien, hè? Ja, zeker. Ik dacht dat het over mij ging. Heb jij er al? Ik ga er zelf Birgit. Ja, ik heb er gezien. Je kan ook even meelopen. Ja, het is hartstikke leuk. Wat wil je nou nog meer horen? Birgit, kom maar! Ja, we gaan daar. We gaan lekker zitten met Birgit. Dankjewel. Nou ja, Sam. Doei, Hans. Dat was heel leuk. Hey, doei, hè. En niet zo zwaaien met je ding. Gewoon een beetje rustig. Heel rustig. Rustig. We begeleiden. Kijk uit, opstapje. Kijk uit. Ja, komt u maar. Komt u maar. Oh. Ja hoor, daar zit ze dan al. Hallo. Hoi. Hoi. Hoe is het? Ja, heel goed. Wat vind jij van Lebbes? Ja, dat vind ik een beetje een vervelende man. Nee. Hij is druk, jongen. Niet normaal. Ook. Hé, hey, doei. Dag. Dag, Hans. Ja. De camera is rustig. Ik heb het zo met de camera. Ja, dat is leuk, hè? Dat is hip. Dat is MTV. Ja. 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 Komt van de Venloze MTV, komt hij vandaan. Je bent net klaar. Je rolt van het podium af. Ja, ik zit vol goede energie. Het was echt een... mijn vrienden mochten de tent niet meer in omdat die vol zat. Niet. Ja, die waren dan te laat. Dus ja, was ook niet meer. Heb je dat soort vrienden? Ja, ik heb dat soort vrienden. Die dan 10 minuten te laat komen. Ja, ik mocht er niet meer in. Maar het was echt heel goed. Het was de eerste keer dat ik het eigenlijk uit de repetitieruimte voor het publiek tegen horen ging brengen. Doosbang? Nou, doosbang is iets overdreven, maar ik was wel zweterig. Ja, heerlijk. Dat lijkt me toch ook wel. Je allereerste keer nieuwe liedjes, nieuwe band, een nieuwe... format. Ja, voor het eerst inderdaad niet meer op een poppodium en of niet in een theaterstuk of een musical, maar ik alleen en een liedjesprogramma. En niet, als ik even niet goed bij stem ben, kan ik niet even naar mijn collega kijken van pak jij hem even. Ja. Wat voor liedjes zijn er dan? Vooral? Het is heel uiteenlopend. Er zijn het verhaal over de liefde, maar dat is natuurlijk dat is makkelijk en ook zeer moeilijk. Ja. Ik bezing mijn gevoel voornamelijk met de woorden van anderen. Er zijn 2 nummers voor mij geschreven, door Theo Nijland 1 en door Jan Groenteman. En verder is het echt variërend van Liza Minnelli tot Chad Baker, Nina Simone, India Reid, Jeff Buckley. Die nummers die zijn dan ook voor jou heel speciaal en die nemen jou terug naar het moment of zo? Ja, die eigenlijk door hoe ik ze in de voorstelling plaats, vertellen ze met z'n allen door de volgorde en met de monologen en gedichten die ik er tussendoor als verbindende tekst heb, maakt dat een persoonlijk... liefdesverhaal met alle ups en downs en hele lelijke kanten en mooie kanten en lust en maar liefde. Volgens mij ben je toch gewoon heel gelukkig nu in de liefde? Ja, zeker wel, maar we wandelen een weg om te komen waar we zijn. Ja, dat is waar. Dus dit, was het een lange weg voor jou? Nou, it was a bumpy road. Ja. Dit is mijn tweede man. Je tweede man? Ja. 2 keer getrouwd al? Ik hou van trouwen. Heel romantisch, diep. Maar en de mensen die dan naar het theater gaan, die naar jou gaan kijken. Maar wat voor gevoel hoop je dat zij dan weer naar buiten wandelen? Hoopvol, gelukkig. Een hoopvol. Ja, hoopvol. Het kan nog, mensen. Ja, dat de liefde bestaat en het is niet altijd even mooi, maar het is er wel. Hey, nu jij zo gelukkig bent in de liefde, is het dan extra moeilijk om zo'n rol te vertolken? Nee, want de gevoelens en ervaringen zitten gewoon in je vezels. Dus daar hoef je alleen naar... Ja, en muziek is net als met geur. Als je dat hoort, dan ben je er gewoon weer. En dat is eigenlijk veel makkelijker dan acteren. Want dan moet je het helemaal alleen uit jezelf halen. Ja, nu kan ik gewoon als ik ting, tiriding, piano hoor, dan ben ik daar alweer. Voel je het al van binnen naar buiten komen. Ja. Dus eigenlijk heb ik het gewoon heel makkelijk. Hey, maar Birgit, het nieuwe seizoen, het theater in. In hoeverre maak je dan nog druk van gaan die zalen vol zitten? Kopen mensen die kaartjes op? Ja, daar zit ik nou, heb ik eigenlijk... heel erg mee, vind ik heel spannend, want anders zit ik vaak in de productie van iemand anders en dan denk ik, ja, heel, gewoon kort door de bocht, maar ik bedoel, jij krijgt per maand toch wel wat je hebt afgesproken dat je krijgt. En natuurlijk heb je het liefst dat volle zalen zijn, maar nu is het gewoon een eigen productie en wil je toch wel graag iedereen ook nog een broodje kunnen voorschotelen. Want waar kunnen de mensen jou zien dan de aankomende tijd? Nou, ik ga 30 september in de eerste try-out in Goorle en daarna heb ik 7 oktober in Amsterdam. In Goorle of All Places? In Goorle of All Places, try-out hè. Oh, ja. En 7 oktober in Amstelveen en 24 oktober is echt de première.
In een kleine komedie. Cool. Maar je zei net dat je vrienden, die waren te laat, die konden niet naar binnen. Ja. Is dat niet ook gewoon doodeng? Jouw vrienden, jouw... Nee, eigenlijk niet. Nee, want mijn vader en mijn moeder die zaten wel op de vierde rij of zo. Die zag ik bij het tweede liedje. En het voelt echt van... En dan weet ik dat zij het ook nog niet hebben gezien. En daar heb ik het al natuurlijk een jaar over wat het is. En nu liet ik het mijn moeder dan voor het eerst horen. En die zag ik echt zo... Ja? Echt zo glunderen. Dat doet ze ook als het eigenlijk niet zo mooi vindt. Maar mijn vader die glundert ook. Ja, en dat is wel echt een maatstaf of zo? Nou, die is wel, kan wel achteraf zeggen. Dat was heel mooi. Maar misschien moet je daar volgens mij nog eventjes... Volgens mij was je daar niet tevreden over. Welk advies van wie vind jij het allerbelangrijkst? Advies? Ik ben heel blij met de regisseur die ik voor deze voorstelling heb. Dat is Titus Tiel Groenesteeg en die doet het samen met Shania de Groot. En als ik het zelf geregisseerd zou hebben en gedacht, was ik veel meer één op één geweest. En meer, oh ja, dit liedje zing ik misschien daar en daar over. En terwijl de regisseur zei, we gaan geen ego-document, we gaan bijvoorbeeld gedichten uitkiezen. Ja. Die, doordat je ze vertelt, je gekleurde luistert naar het nummer wat je daarna hebt. Maar niet een uitleg van, ja, dit... zing ik omdat ik toen zo droef was. Nee, precies, inderdaad. Dus die regisseurs die geven jou wel de sturing die je nodig hebt. Ja, en als ze dan daarna bij de eerste doorloop zo kijken... Dan is het. En dat deden ze. Hebben ze vaak streng gekeken? Nou, maar wel toen ik bij het maakproces midden kwam ik met een nummer aan. Oh, dit nummer vind ik zo mooi van Beth Hart. Toen zei ik, oké, en dan gaan we harder zingen en dan komt de gitaar bij. Nee, weet je, het is de één op één. En dan had de andere nummer van Brigitte Kaandorp, zei hij... Nee, is de kleinkunst voor dit programma. Nee, maar ik wilde dit nummer graag zeggen. Ja, maar alles wat er nu in zit, ik neem aan, alles ben je gewoon helemaal blij mee. Ik ben helemaal blij mee, van begin tot het einde. Helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. Ja, en ik ben ook heel blij dat ik dit niet hoef te faken. Ik voel me nu echt zo. Nou, fijn. Ja, want je hebt natuurlijk wel echt van alles en nog wat geprobeerd en geproefd in wat je zei. Die grote poppodia, maar ook buiten dat natuurlijk ook het acteren en film, dat wil het theater. Ik nog steeds blijven doen hoor, maar dit is gewoon een hele fijne... En enige stap die ik nu kon maken op het gebied van muziek in theater. Ik vind het zo leuk, want je kijkt er ook zo blij bij als je erover vertelt. Ja. Ja, echt heel blij, want soms moet je met promopraatjes. Ja, nee, het is echt heel leuk, kom. Nee, maar heb je dat vaak gedaan? Nou, soms wel. Het is nodig. Ja. Het was nodig. Ja, voor andere soort producties. Dat ik dacht, wel leuk, maar niet helemaal vanuit mijn hart. En dit is vanuit mijn tenen en mijn hart en alles. Ja, volgens mij is het ook gewoon, we hoeven geen promopraatje meer te houden wanneer je moet gaan kijken. Straat er vanaf, kijk straat dit vanaf. Plaatje. We hoeven niet eens meer wat te zeggen, het is gewoon... Komt dat zien. Ja, leuk. Nou, dankjewel en heel veel succes dan komend seizoen. Dankjewel. Jullie gaan lekker meezingen? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Met de musical nu, ja. Ja. Dat, la, 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 la. Ja, nee. Gaat lekker. Gaat het Lowlands geweest? Ja, ik ook. Wij ook. Morgen worden we allemaal ziek. Mijn hoog ligt ook op Lowlands nog. Ja. En jullie hoofd ligt natuurlijk bij het volgende uur. Dan zijn we weer terug met een live update. Jullie kunnen weer genieten van de uitkast verder. Ciao. Ciao. Of course.